Gecontroleerde reviews, betrouwbare webshops en heldere prijzen. Voordat je wat koopt, kijk wat hij kan op kieskeurig.nl. Ik ben eigenlijk al blij dat ik weet hoe ik een filmpje maak, want het is echt ongelooflijk onhandig om dit ding te bedienen. Welkom bij Prul of Praal, de videorubriek op nu.nl, waarin we elke week een Chinese gadget bestellen en kijken of het wat is. En dit keer hebben we deze hele vlotte videobril uit China besteld. En hier midden zit een cameraatje waarmee je kan filmen wat je ziet. Op de bril zit tussen de glazen een heel klein cameraatje waarmee je opnames maakt. En hier aan de zijkant, in het pootje, zit de hele interface en de accu. En ja, dit is het. Hier moet je het eigenlijk mee doen. Aan de zijkant zit een lampje, dus als ik hem nu aanzet, dan gaat hij knipperen. En nu weet je dat de opname is gestart. Kijk, dan kan ik mezelf filmen. Naast video kan je er ook foto's mee maken of alleen geluid opnemen. Ja, hoe dat precies werkt is me eigenlijk een raadsel, want de bril is eigenlijk best wel onhandig in gebruik. En ook kwalitatief is het niet heel hoogstaand als je kijkt hoe die opneemt. Het is een 4x3 kadertje, heel ouderwets. En heeft geen stabilisator. En dat is echt belachelijk eigenlijk in zo'n bril, want het schudt alle kanten op. Zelfs als je denkt dat je vooruit kijkt, begint hij al compleet te shaken. Laat staan als je op de fiets zit, want ja, laten we eerlijk zijn, het ziet eruit als een fietsbril. Heb ik even getest en je weet eigenlijk gewoon niet wat je filmt. Je denkt dat je ergens naartoe kijkt en dat hij dat filmt, maar ik zat zo op de fiets en ik heb alleen maar het fietspad gefilmd. Het is eigenlijk te belachelijk voor woorden. Deze videobril kost omgerekend zo'n 9 euro en daarvoor krijg je niet echt kwaliteit terug. Je weet eigenlijk nooit wat je filmt, wat al best wel onhandig is voor een videobril. En daarnaast is ook de kwaliteit niet echt om over naar huis te schrijven. Met recht een prul te noemen dus. Wil je dit prul toch winnen? Dat kan. Mail dan naar prul@nu.nl en wie weet maak jij binnenkort hele slechte filmpjes op je fiets met deze bril op. En dan rest mij niks anders dan te zeggen, tot volgende week.